We hebben dan zo meteen hier in deze maand in Takkie de heer Iwan Wijngaarden. We praten over de Black History Month. Ten aanzien daarvan, ja, we moeten trots zijn op wie we zijn. En ten aanzien daarvan heeft een artiest een lied geschreven, ook een bijbehorende videoclip. Vandaag praten we dan over de Black History Month, maar niet alleen dat. We praten ook over een andere activiteit, welke opkomst is vanuit de Federatie voor Afrikaan Suriname. Laten we het zo stellen, we hebben een generatie in Suriname die de koloniale tijd niet heeft meegemaakt. En dat praten we over de periode voor 1975. We hebben dan ook zo een periode gehad in de Verenigde Staten van Amerika. Dat praten we over de jaren 60, 50, 40 van de vorige eeuw. Waarbij ja, men toch in verzet kwam en wilde hebben gelijke rechten voor een ieder. En toen kwam er ook een beweging op gang. We hebben ook nog de Black Panther Movement gehad. We hebben een aantal zaken gehad in Suriname ook nog. Waarbij men toch in verzet kwam tegen onderdrukking. Maar ook nog meer, het was de emancipatie van de Afro-Surinamer, de Afro-Amerikaan of de overal, ja, het is eigenlijk de African roots eigenlijk zit. Maar er werd ook zo geleerd in de schoolbanken en dat de Afrikaner minder was, was minder. Maar degene die na 75 zijn opgegroeid en de kolonialiteit niet hebben meegemaakt, of laat men zeggen degene die in de jaren 90 zijn geboren onder andere, die begrijpen dat niet zo goed en denken dat misschien een ieder gelijke kansen had altijd, maar ik denk mijmerend terug. Ja, het is niet zo geweest. Nee, het is absoluut niet zo geweest. En, ik heb het zelf mogen ervaren. Ja, uit uw eigen ervaring praten? Ja, dat kan. Ik zat als bedrijfsleider op plantage Spieringshoek. Mm-hmm. En mijn voorman was een Fransman. Ja. En men passeerde mij helemaal. Ik ging naar die Fransen om weer verwezen te worden. Omdat die man wit is. Denk men met automatisch dat hij de baas is. Ja. Dus dat soort dingen kreeg je heel sterk. Dat, maar het was een tijdgeest ook hoor. En, dat mensen, wij zelf, we stimuleerden het zelf. Ja. Omdat we zo weinig informatie hadden over wie we zijn en wat we zijn. In Amerika is bijvoorbeeld begonnen, de Black History Month. Mm-hmm. Omdat er gebeurde zoveel in Amerika. Ja. Maar alleen van de witte mens werd aangetekend, komt in de krant, et cetera. Ja. En toen kwam dokter Carter Wood, zoon van een slaaf. Ja. En die heeft gezegd, nou, nu moeten we wat gaan doen. Mm-hmm. Anders blijven we achter. Dan denken we, we zijn alleen maar achterlijke mensen als we van African come off zijn. Ja. En hij begon te publiceren. Mm-hmm. En toen kreeg je een Black History Week. En later werd het maand. Black History en later werd het geaccepteerd door de regering van Amerika. Wat zijn zo loopt dat ook in Suriname? Ja, naar de wit man king. En dus Asabung. Oh ja, ja. We kennen dat. Maar hoe lijkt African descent, Afrikaanse afkomst. Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, ik denk, Carter Wood heeft een aanstoot gegeven van, omdat je bent bekend met alles wat die witte man doet. Ja. En van jou weet je niet. Ja. En toen hij dat ging aantekenen, dan zag je geweldig veel mensen van African come off geweldige dingen deden. Denk maar aan onze eigen Jan Ernst Matseliger, die in Amerika à la crème was. Ja. Maar het was een zwarte, hè? Die hebben hem uitgescholden. De zwarte mensen hebben zelf uitgescholden, wat hij denkt, dat hij helemaal idioot is. Ja. En hij is een grootheid geworden. Maar als je het niet aantekent, als je niet over praat, het systeem was eenmaal zo, dat die witte, die koloniseerde regering, die praat niks over die zwarte. Is dat ook een manier van onderdrukken. Ja. Maar wanneer je gaat praten, zeg je, dan. Ja, maar geers me en amai. Ja. Kan geweldige dingen doen. Ja. Pardon. Wat we nu ook meemaken, met elkaar zijn en vaker ook toe. In de jaren 70 was het niet zo, misschien de jaren 80 ook niet. De jaren 90 minder, maar nu merken we het gewoon dat je
we zien elkaar maar op tv. Ja, ja, ja. Maar ik weet dat nog. Maar tv minder zoals je weet, man. Ja, ja, dat ja. Ja, 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 ja. De tijden zijn gaan veranderen. Ja, maar ja. Merkt u toch, wat is uw indruk eigenlijk over hoe de jeugd met deze vrijheden omgaat? De mogelijkheden ook. Ja, ze hebben weinig ervaren van die onderdrukking. En denken ze dat het automatisme is, maar je moet het behouden. Mm. En je moet van die vrijheid het maximaal uithalen. Dus eigenlijk het maximaliseren van de goede dingen halen uit vrijheid. En dat merken we vandaag de dag iets minder. We haalt hier wat lelijke dingen uit die vrijheid. Het wordt losbandigheid als je niet oppast in sommige gevallen. En dat moeten we gaan beseffen. Die vrijheid die mensen vroeger niet hadden, dat was verschrikkelijk. Ik heb hier met de Amerikaanse ambassade hier Black Civilization Day georganiseerd hier een keer. En daar hebben ze mensen genomen van de periode van discriminatie, jongeren. En die man die vertelde over zijn periode, dat hij naar school, als hij naar school ging, moest, en hij zag een paar witte jongens aankomen die ook naar school gingen, moest hij rennen in een erf om zich schuil te houden, omdat hij wordt afgetakeld. Zo erg was het. Ja. Dus we moeten beseffen dat die vrijheid die we hebben, maar haal het maximale eruit en doe het ermee. Ga geen kwaadaardige dingen doen om jezelf naar beneden te trekken, maar probeer met die vrijheid het maximaal uit te halen. Ja, het is allemaal begonnen hoor in de Verenigde Staten van Amerika. Ja, ja. En we zien het nog steeds. Het spreekt eigenlijk tot ieder nog, ook tot de jongeren. We praten over Martin Luther King Jr. En hij begon eigenlijk met de beweging om de emancipatie eigenlijk daar in de VS. Ja. Maar het ging meer om de gelijke rechten. En we gaan even naar dat moment. August 28, 1963. A quarter million Americans, black and white, young and old, descend on the nation's capital in a show of solidarity. It was called the March on Washington for Jobs and Freedom, but it would be remembered as a turning point in the fight for civil rights. Among the speakers, the Reverend Dr. Martin Luther King Jr., who electrified the crowd with his stirring, I Have a Dream speech. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. A few months earlier, racial tensions in the Deep South had erupted. News reports carried brutal images of fire hoses blasting at the backs of school children. President Kennedy had finally seen enough. In June of 1963, he presented sweeping civil rights legislation to Congress. Dr. King and others hoped a massive yet peaceful demonstration in Washington would spur passage of the bill. The city braced for violence, but their fears proved unfounded. The day of the march, more than 200,000 people gathered for a rally at the Washington Monument. It was the largest demonstration in the country's history. Arm in arm, they walked from the Washington Monument to the steps of the Lincoln Memorial. There, performers as diverse as Joan Baez, Bob Dylan, and Mahalia Jackson lent their voices to the cause. Martin Luther King Jr. was the last to take the stage. He began with a reference to Abraham Lincoln's Emancipation Proclamation, which freed the slaves a century earlier. But 100 years later, the Negro still is not free. Partway through, King put aside his prepared text and shared with the protesters his dream of equal rights for all. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Ja, we hebben dus dat fragment. Ja, ja. Dat was ook in uw jeugdperiode. Ja, 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 jeugd. Ik was al, was ik studeerde toen, ja. Maar, tijd van Martin Luther King. Ja. Maar we zien wat voor voorrecht we in Suriname gehad hebben. We hoefden niet te vechten voor discriminatie zozeer, maar voor evenredigheid in sociale omstandigheden. Maar zij moesten vechten om gelijkwaardigheid. En dat is vanwege hun minderheid. Ja. Het was 10% maar was Afro-Afrikanen waren dat. African-Americans waren maar 10%. Ja. De rest was 90% waren allemaal blanken, zeg maar. En daarom is het zo verschrikkelijk. Kan je niet voorstellen, Suriname. Dat je niet in een trein of in een bus samen kan. En niet naar het toilet samen of in een bar samen gaan zitten. Ongelooflijk. Ja. Dus ze hebben gevochten voor vrijheid, zeg maar, gelijkheid. Ja. Ja. In Suriname is er ook strijd geleverd, maar dan wel op een andere manier. Andere manier dat was dan tegen de slavernij, voornamelijk toen. Ja, we gaan terug naar de slavenperiode. Ja, ja. En een ieder kent dat. We praten daar ook zo over. Mm-hmm. Wanneer men vraagt van, ja, maar wie is de grootste vrijheidsstrijder geweest van ons land in de slaventijd? Zegt een ieder in koor gelijk Bonnie. Ja, ja. Bonnie is inderdaad een bijzonder. Het is gewoon een begrip van een man die staat voor verzet en op een correcte manier. Hè? Dus gelijkheid en geen onderdrukking tegen mensen die verraad plegen. We merken dat de dingen die Bonnie ons geleerd heeft nog steeds actueel zijn. Ja. Verraad. Een uitbuiting, dat is er nog steeds. En die geest van Bonnie hebben we nog nodig. Die hebben we echt hard nodig nog. Ik geloof dat zo'n was een bijzonder mens. Geboren in geen enkel verzet in de Amerika's. Mm-hmm. Als een man met zoveel idealen van hoe kan je het correct aanpakken. Ja. En hij was niet tegen, hij was geen racist ook. Mm-hmm. Want tegen zijn eigen mensen, bijvoorbeeld noemde de zwarte die verraad pleegt, noemde hij bloedhonden. Noemde hij. Dus hij gaf ze echt, hij bestrafte dat. Yeah. En dat kan je zien, en hij liet mensen wel eens vrij. Die arme militair die is gestuurd, dat profiel. Maar hij was heel correct in zijn optreden. En dat zijn de dingen die we moeten meenemen: geen discriminatie, gelijkheid. En opkomen voor je belangen. En als je rechten hebt, moet je het krijgen. Ja. Niet zo zijn dat je, omdat je anders bent dan de anderen, dat je het niet krijgt. En dat heeft Bonnie ons meegegeven. We praten over de grootste verzetstrijder. Ja. Ten tijde van de slavernij, Bonnie. Het ene en ander valt er te gebeuren. Mm. Daar zullen we het over hebben ook nog. Maar ga je onze geschiedenisboeken na, dan hebben we 1A4 over Bonnie. Ja, dat klopt. Ja. Het is, is wel triest. Het is triest, maar nogmaals, net wat Carter Hood, zeg maar de founder van de gedachte, dat je zaken moet vastleggen van de zwarte mens, dat was er niet. Dat werd geschreven door die witte man zelf. Dus hij zet alleen maar een paar regels. Ja. Oh, wat een ellendeling is dat. Ja. Vernietigt de plantage, de economie gaat eraan. Als ik kijk naar Kotika, dan ben ik hartstikke blij. Ik heb gevaren naar boven komen wij in Kotika in, dan zie je allemaal groen. Dat is het resultaat van Bonnie. Hij heeft alle plantage verwoest waar men mensen ging onderdrukken. En alleen beneden was, Komerwijnen beneden was en zeg maar Suriname rivier, Saramaka is wat overgebleven. Omdat hij zo'n machtige leider was. Het resultaat zie je aan het groen. Ja. Wat gaat de federatie doen in verband met er is een herdenking. Herdenking en een granen geven, een bloemenhulde aan Bonnie. En toch wel de mensen op zo'n gelegenheid bekendmaken met zijn idealen, zijn aanpak. En het verzet dat we elkaar, zoveel verraad aan elkaar. En dat is op 20? Dat is op 20, ja. Waarom op 20 februari? Op 20, wij hebben het zelf bestudeerd, want nogmaals, mensen schrijven dingen voor ons. Ja. En het was 19. Maar later, als we dingen goed gingen bestuderen, dan zag je dat het in de ochtend was. En dan vergist men zich, maar ochtenduur is al 20. Ja, is al 20. Dus daarom herdenken we het op 20 februari. En daar is hij door zijn eigen mensen, zeg maar, vermoord, doodgeschoten. En dat zegt men doodgeslagen. En dat gaan we die dingen corrigeren ook. Ja. Hij is doodgeschoten, want Bonnie was niet alleen maar strateeg,
Maar ook spirituele power had hij. En daar kan je niet zo dicht komen. Ja, dat lukt niet. Dat gaat niet zo. Absoluut. Ja, de bloemenhulde. Ik zal iets proberen te triggeren uit de heer Iwan Wijngaarden. Zal de bloemenhulde plaatsvinden bij het monument van Bonnie? We hebben geen monument van Bonnie. Het is heel jammer dat wij zo'n grote verzetstrijder, die de, zeg maar, het heel Caribisch gebied erkent hem als de grote leider van de slaventijd. En dat wij toch als land het nog niet kunnen opbrengen om een standbeeld voor deze grote geest op te zetten. Het is jammer. En we zien in al die andere landen die nog een kleine geschiedenis hebben. We nemen Tula, Curaçao, we nemen Koffi, Guyana. Allemaal hebben een beeld. Zumbi in Brazilië, allemaal hebben een standbeeldje. Maar de grootste man van allemaal, Toussaint Louverture heet in Haiti ook. Maar de grootste man van, je zou kunnen zeggen van allemaal, die heeft niks in ons land. We lopen achter. We lopen achter. Waar zal deze bloemenhulde toch plaatsvinden? We moeten het doen bij het standbeeld waar afschaffing van slavernij is. Afschaffing van onderdrukking, want Kwaku is nogmaals geen persoon. Mm-hmm. Het is de dag toen wij vrijgekomen zijn op woensdag. Daarom heet het beeld, die stompopje heet ook Kwaku. Ja. Dus daar kunnen we het makkelijk doen, want dat zit neutraal. Je kan iedereen die nog geen standbeeld heeft en bijzonder is, dan houden we bij Kwaku. Dan houden we daar. Goed, we gaan afronden. Is het in de ochtenduur of de middag? We gaan het 's middags doen. Inlopen is om 16:30 en om 17:00 beginnen we. Ja, goed. We hebben, hoop ik, de mensen van de staat uitgenodigd. Ja, ja. Goed dat ze komen, minister van Onderwijs, directeur cultuur, jeugd, parlement, commissie van nationale monumenten. Ja, ja. We hopen dat ze komen. En we nodigen van hieruit natuurlijk de totale Surinaamse gemeenschap om te komen. Geef grani aan een bijzondere Suriname. Dat is dus op 20 februari. 20 februari. Zal het dus gebeuren. Het gebeurt op woensdag. Ja, en het gebeurt op woensdag. Goed. De heer Iwan Wijngaarden, bedanken we voor zijn aandeel vandaag in deze Mantin Takkie. We hebben dus aandacht besteed aan de hoorzitting die er zal komen. Het is dus op 15 februari, vrijdag aanstaande, resort Paramaribo Centrum. En dat wordt op de Petunia School gehouden. Good Charity, dat is dus een dag later, zal de Stichting Ontwikkelings Malkalden dan bezig zijn. En zij willen dus al diegenen die de beschikking hebben van een bouwkavel, dat de mama Sitorji de man dat hij, zodat is hij den kan bouwen of zo. En we spraken daar net met de heer Iwan Wijngaarden over de Black History Month, maar ook over de bloemenhulde die er zal worden gehouden voor de grootste verzetstrijder ten tijde van de slavernij, Bonnie. Ik bedank u voor de belangstelling wederom getoond vandaag. Ik groet u en als alles goed zit, dan ben ik er weer woensdag aanstaande voor mijn aandeel als het gaat om Mantin Takkie. Morgenochtend is Sherwin Ho met u gasten. Goeiedag.